daaronder. Oké, Oh, bolas. Dat is een goeie voor die poepmachine, want die loopt dan niet meer. Ja, had ik die al vrijgespeeld? Nee, dat is een boog. Ja, bolas. Dan heb ik nodig. Pakken, ja, die hebben we genoeg. Steen hebben we genoeg. Fiber hebben we genoeg. En hout. Waar heb jij hout liggen? Link onder. Mag ik hier nog bolas hierin zetten? Of heb je bolas? Nee, je hebt Nee, geen niet meer. bolas. Zaad, besjes. Nee, onder, als je meegaat, eerst kast. Waarvoor Als heb ik hier je vandaag ga. twee blueprints in een besjes dingen zitten? Omdat deze kast vol is. Moest Waarvoor nou daar de bol hebben gedaan. doe je dan niet een aparte kast alleen voor de blueprints? Ja, moet nog een keer doen. En voor de zadels? Want je hebt al twee Fiomia zadels. Nee, hier zitten geen bola's in. Als je naar beneden gaat, eerst de kast naast de dingen. Dus hij zit vanzelf. Daar zit hij in. Oh Ik ja, heb hem hij ook niet. staat erop. Aardig. Je hebt er 163 of zo. Dan pak ik er 9 af. Dan hebben we drie bola's bij. Oké. Mee eens? Ga even. Ja, is goed. Even kijken. Hoeveel Kijk eens. zijn die te beperken? 5 hout, 7 Kijk. vlak, 8. Kijken. Dan ben ik het even kwijt, hè? Nodig had. Fiber en pakken. Ik ga even mijn twee kruisbogen even maken. Speren. Is dat ook niet makkelijk? Speren. Hout en flint. Oké. Daarbij. Flint. Maak gewoon houtgesperen van rij. Oh ja, is goed zo. Ja, je had ook nog een kapotte hak gezien in de munitiekist, of die bijna kapot was. Ja, ik heb ze nou even allebei gemaakt. Oké. Zit dat denk ik beter. Ik zal vast 19 vlees meenemen. Dit zijn laagzout. En dit zijn aardappelspeltjes. Oké.
Zo, die krijg ik de rest wat ik niet nodig heb terug. Ik heb 10 speren gemaakt. Okay. Ik had er meer kunnen maken, maar ik denk 19 is genoeg. Even kijken. Zou je nog waterzak hebben? Waterzak. Ja, dat is een handig. Even. Want die heb ik een bij. Hm? Die heb ik een in de inventaris zitten. Ja, maar meestal zit het toch aan het water, hè? Want weet je wat het is met die waterzakken? Die lekken op een duur, hè? Ja. Daar heb je niet echt veel aan. Dan heb je volgens mij meer aan zo'n zo'n kantine, zeg maar, zo'n ijzeren. Die lekt daar volgens mij niet. Oh, de dood. Voordat wij vertrekken doe ik nog even een checkje. Kan dat goed zijn? Oh ja. Ja, met 1 of 2 boten. Even denken. Je wou een krok temmen. Ja. En een Fiomia. Ja. Daar heb jij ook een zadel al van liggen, hè? Kun je die niet beter in die stego stappen al? Een zadel van de Fiomia? Is dat geen idee? Want dan kun je hem zo de boot oprijden. Ja, dan hoop ik wel dat de klakson goed werkt. Ting. ja, ik denk dat het toch makkelijk is 2, denk ik wel, hè? Ja. Want je weet niet waar je nog meer tegenkomt, hè? Ja, daarom. Kom maar aan. Nachtklemmers bij. Eten bij. Nakkemers zit in de. Alles zit in de. Stego. Oké, even kijken. Hoe had ik daar zelf hier ook al weg? Dat is irritant. Nee, je moet. Wat heb ik doen? Ja, dank je, want. Man, was ziek en fuck. Even kijken. Oh, ik ga met jouw bootje varen. En jij met de mijne zeker? Maakt niet uit, hè? Nee. Op al 2 staat mijn naam, dus ja. Ik heb ze al bijgemaakt. Oh ja. Oh nee, bij mijn server heb ik ze ook gemaakt, maar heb jij er een ingelegd? Bij de ene staat mijn naam en bij de andere staat jouw naam. Mm-hmm. Dan moeten we eigenlijk ook nog een keer zo'n spyglas voor jou maken. Dat is ook wel makkelijk, denk ik. Nee. Ja, dat ben ik al van plan. Ja, dat gaan we dan. Ja, ik moet mijn stream nog even starten. De mijne is al aan de gang. Ja, de mijne. Dat kan ik wel even doen. Options. Master volume. Even iets zachter zetten. Zo. Oh. Check. Options, master link, iets zachter zetten en dan save exit. Ja, ja, ik ben ze weg. Ja? Ja. Nou, ik hoop dat dit avontuur beter gaat dan van ons avontuur gisteren op mijn server. Ja, maar ik ga niet op de spinoas. Ja. Houtje. Wie verdeelt nou zijn eigen vogel? Spijt mij naar het weg. Ik heb een voordeel. Ik heb hier geen alfa. Ja. Dat komt nog wel.
Wat staat hier nou op de... Waar? Een zeehond. Oh, hier op de rot. Ja, een zeehond. Nee, dat is zo'n ding. Als je die slacht, dat die wegrent. Ja. Dat ik ben. Ja, een soort Komodo draanachtig iets. Ja. Ja, een gompie. Nee, gompie, gompie. Eén tijdje, tijd toch? Hé, ze zijn weer terug. Zag hier straks aan onze kant een schnappie. Wie had jou nog niet gespot? Nee, ik had de token nog niet gespot. Mm-hmm. Nou, goed richting. Ah, ik was er. Snap je aan de overkant? Snap je nou het water? Zal ik een steekweg hier neerzetten? Ja. Oké. Okay. Ik zal even de narco's pakken. En dan schieten we twee pijlen tegelijk op zo'n flikker. Snap die. Ik heb al geschoten. Ik ga rennen. En hij ligt. Daar ligt hij al. Hij ligt al. Oh, zeegoedje. Ja, oké. En het is een snap, het is een manneke, dus manneke van level 3. Nou, ik wil een hoog level. Ja, dat kan hoor, dan maak ik hem af. Nee. Ik heb nou één snappie, dan wil ik ook een snappie. Hij gaat mijn snappie af. Nou, ik die wel in de gaten, dat er niks. Ja, ik zet de steken hier toch maar van land ter bescherming. En de eerste bescherming die we nog hebben. Ja, ik sta aan de andere kant van snappie, hè. Want die snappie die verspert hier een beetje de weg. Hallo! Zal eens even een bootje halen. Ja, we hebben echt op een goed punt laten inspireren laten gaan liggen. Oh man. Ik zal mijn bootje goed zetten, richting huiswaarts. Zo. En dan probeer ik snapje te verdedigen via deze kant, als niks te groot is. Waar hem komt. Oké. Okay. Ik ga hier die rots opklimmen, dat zou nog idealer zijn. Weet je wat, ik zet de steek ook even aan die kant neer. Waarom dat? Dan zet ik daar ook mijn kampvuurtje naar ons in. Ja, tuurlijk. Mag ik weer de keukenprinses uit gaan hangen? Wie is dat altijd al geweest? Die was gisteren de hele tijd de keukenprinses. Ik zit het hier niet zo snel. Oh nee. Ik had het knopje te drukken. Hé, hey, nog een Pteradon hier achter Snappie. Ja. Die is puur voor vlees. Vliegen. En neer. Auw. Weet je, zoals ik je vader neer. Hé, hey, Api! Oh ja, Beuf. Als je verder de rivier afgaat, dan zitten raptors. Oké. Okay. Zeg maar, vlot ook even aan deze kant eens. Ik krijg godverdomme al honger. Ah ja, ik zet het kampvuurtje neer. Wil je vlees hebben? Ja, vis is ook goed, dan maakt mijn gereed uit. Dat is maar vergeten, man. Joop. Ik heb er even 5 voor je.
verkeerd. Kampvuur staat ook al. Oh, schiet in het schildpad. Zag ik net eentje. Over naar de mijlpalen. Ik wil even hout kappen voor het vuurtje. Oh, daar ben ik toen straks wel even ziek van, hoor. Wat? 20 keer hetzelfde net leggen. Maar ja, goed. Tja. Jullie de schildpad. Jullie de schildpad zit onder water. Nee, is niet. Nou, ik heb een aapje. De aap komt uit de mouw. Er zijn hier stenen genoeg, hè? Ja. Als je een pik houdt, wil ik niks doen, hè? Oh. Ik doe het zo, hè? Wacht, even hier... Sterk schildpadje. Moet jij even... ja, maar dat kan ik wel voor jou regelen. Moment. Ik heb voor jou flint, hè? Nou, dat kunnen we afgooien. Ik heb Snappy even flint. Dag, daar ligt het bij Snappy. Snappy? Huidig pleur ik even hier bij je in. Oh, we denken, ik neem al een tweede via mijn zadels mee. Ja. Ja, goed. Misschien hebben we al twee in één klap. Daarom. Goed en vijver. Een boogje weer een beetje repareren. Oh. Wat? Zo'n moddergooier zit hier. Schieten? Denk jij dat we meestal één aan kunnen? Jawel. Oh, ik heb honger. Oh, ik heb net geschoten. Oh.
Waar is hij? Oh, fijn. Nou, we hebben hem. Ja, fijn. Hij heeft onze kampvuur gemold. Ah ja, ik zal er even. Ik heb even 28 hout, zomaar. Ja, die stap ik in de steek ook. Ik heb er 28, ik heb er 16. Oh, Krookie, ik heb prime meat van jou. Ik heb niks te vlees voor je. Even kijken, kampvuurtje. Heb ik nodig. Alleen nog steen. Is in de maak. Oké. Okay. Kijk, hun steek hoe flink wat schade opgelopen. Ik zet deze kampvuurtje hier tegen die rots aan. Goed. Ja, dat is dan. Ik al van inventory. Oeh! Hey! Ja? Tegenover Krook, tegenover Snappy. Ja? Loopt een Stego en een Dilo. Ja? Wou jij niet nog een Stego bij hebben? Weet ik niet. Ligt eraan of we even kijken. We hebben. Nee. Dit is een vrouwtje. Zal ik eens kijken? Mannetje is. Zal ik eens kijken? Als het mannetje is, heb ik wel interesse. Twee stego's! Ik zal even talen kijken. Even hier daar we. Zijkbeest. Dit is level 1 en dat is een vrouwtje. En jij hebt een? Ook een vrouwtje. Ja, ik zie momenteel even niks. Dat is ook een vrouwtje, level 7. Dus daar heb je niks aan? Nee. Jammer. Jammer, Snappy. Hoe is mijn Snappy? Mijn Snappy is goed. We kunnen ze ook afmaken. Wat? Die stego's. Als je heel even wacht. Gooi ik even mijn huiden even ook in deze steeg. Ja, en als je dan de deze steeg ook op dat je niet, dus nee, niet meer bemoeit. Ja, dan moet ik. Voor heel even belangrijke spullen hierin. Ja, moet dan wissel natural. Passief geloof ik. Ik heb hem altijd al passief. Okay. En ik denk dat dit te ver is. Alleen ja, hoop ik niet dat ze Snappy. Zo is de achterste pakken? Ja, is goed. Okay. 1, 2, komt hier. Waarom zit hij vast? Nee. Even wachten, want je voorste. Die achterste zit vast. Ja. Auw!
Weg bij Snappy. Die is dol. Ik ook bijna. Ik kan momenteel niks hoor. Hoi, die was raak. Nee. Die ligt? Ja. Oké, okay, dan kan ik even naar onze stego toe. Want ik heb honger, ik heb al mijn botten gebruikt. Nee, ik heb wel probeerd. Mooi, nou, heel vlug hier naar de krok lopen. Naar Snappy, want hij scheelt een beetje heel erg veel. Inventory. Ja, dan moet je ze vooraan zetten. Ik ga dan vooraan. Naast de eerste nacht en dan het voedsel. Ik weet niet of ik dat goed aangedaan heb. Nou, en twee armere delen zijn gebroken, dus die gooi ik eventjes hierbij in. Uit de pruimhut heeft hij al op. Oké. Okay. Dan ga ik hier even nieuw vlees in gooien. En dan dadelijk eerst wijs om eerst Snappy naar huis te brengen, denk ik, hè? Ja. Zal ik even op vissenjacht gaan? Nou, dat is niet per se nodig. Wel als je honger hebt. Ja, maar ik heb ook een paar stukjes vlees in de steek ook gedaan. Oh, ik kan even een paar narco's geven. Oh, kut. Die prime meatvis, die pak je niet echt hard, is dat? Die had hij zo op. Ja, maar deze die gebakken prime meat, die pak je niet hard. We moorden hier alles uit. Serieus, ik heb net gegeten, hoe kan ik nou weer honger hebben? Oh, nee, ik snap al waardoor ik zo snel honger heb. Yes. Mijn health was heel erg laag. Oh, ja. Ja, en dan krijg je dat.
Nou, mijn snappie gaat het goed, zo te zien. Ja, mijn snappie gaat heel goed. Ik zal even gauw weer gaan kijken naar mijn WhatsApp, want dan heb ik straks iemand de boos bij. Zo erg? Mm-hmm. Nou, niet zo erg. Ik weet sowieso, als we stukken verder het water opgaan, dan komen we Raptors tegen. Oké. En daar zag ik ook, straks toen ik er voorbij vloog, zag ik ook twee poepmachines lopen. Oh. Dus dan is dat interessant, hè? Ja. Ik zal by the way even kijken hoe lang het met deze jongen gaat duren. Ja. Ik verwacht een uurtje of zo. Ongeveer tot 11:15, 12 uur denk ik. Deze nog duurt. Is het eerder? Is het meegenomen? Waarom? Daar gok ik. Dat denk ik nog een uurtje. We zijn al ruim een kwartier bezig. Level 3 is in. Ja, zag ik ook level 3. Een uur en 57 minuten. Oké. Nee, 57 minuten. Ja, ik kan het net goed zeggen, een uur inderdaad. Ja, en als we dingen hadden, Rob Farm Meet 8 keer. Ja. Dan was het 20 minuten. Oké. Oh, ik heb niet veel aanvals. Ik heb niet veel stone arrows meer over. Oh, nou snap ik waarom die koek het prime fish niet goed pakt. Oh ja? Als je daar zelfs 371 stukken van hebt, dan duurt het alsnog 7 uur. Hè? Aha. Kun je het zelf opeten. Ja. Yeah. Wil jij hem hebben? Ja, kom maar. Mocht ik hond krijgen dan maar. Wanneer is je goed? 47 minuten. Oh. Hij loopt wel lekker een beetje aan met huidjes. Hij loopt weer een lekker beetje aan met mijn huidjes. Ja. Ja. Ik dacht dat zo'n Sarko-zettel niet duur was, hè? Dat viel volgens mij wel mee. Een beetje aan het rondkijken, misschien nou nog niet die zonder vandaan komen. Dan denk ik van boven van de berg afkomen, maar nou, dat lijkt me stuk. De grootste beest om te temmen vond ik tot nu toe de bever. Ja, waar je continu bij moet zijn. Ja, weet je wat op een gegeven moment ook is met zo'n roodier? Je staat met twee man van verschillende kanten te schieten. Dan weet je het ook niet meer wat je zoeken moet. Nee, daarom.
wel weer bijvoorbeeld kan verhelpen. Goed zo. Daarom vind ik ook meestal fijn dat ik gewoon een bogen meeneem, Ray. Ja, we vonden het zo onder water. Water. Voor onder water is ideaal. Ja, dat klopt. Over gewoon een vogel gesproken, dat is mijn keer. Repareren. Goed en fiber. Wat heb ik hierin gedaan? Nou, kom ik fiber te kort. Even fiber bij schapen. De rest van de vis wat hier nou erin zit, bleef, mag je rust hebben als je wilt. Oké. Ja, ik pak een beetje van jouw huid om mijn armen te repareren, hè? Vind je dat goed? Ja. Want het scheelt toch, hè, dat je toch een beetje armer aan hebt, hè? Zo, wat je allemaal nodig had voor die zadel voor die zachtkoot? Dan kom je achteruit als je hem vrij speelt, hè? Volgens mij moest je hem in de smithy maken, dat ben ik niet zeker. Maar had je daar wel ijzer voor nodig? Kijken, 230 huid, 75 fiber en 20 cement paste. Oh, cement paste, ja ja. Ah, maar die heb je wel genoeg cement paste. Want je hebt een paar beverdam hebben toen vermorzeld. Ja, en ze hebben weer een stuk of 2-3 gemaakt. Oh, mooi. Ik ben straks mee nog even mijn gelukkige machine nog even te kijken. Oké. Wat ik niet meer nodig heb, kan weer terug hierin. Ik heb hem net weer Marco's gegeven. Ik zal die gebakken vis even behemmeren. Deze bij de stego erin doen, dan blijft hij langer goed. Nou, als er nou een alfa komt, hè, dan moet ik wel zien. Ja, dat snap ik. Hey, weer zijn een trike. Ja. Kunnen we eigenlijk meepakken, meenemen eigenlijk gelijk.
Dat je een nieuwe trike hebt. Ja. Ik vind het best, zeg maar. Wat level is? Level 12. Doen? Ik ga weer even over naar Narco. Dan schiet ik nou eens naar ergens. Yo, go. Hallo. Even met de stego even besjes doen. Er zitten er een aantal besjes in de stego. Narco ook dan? Ja. Er zitten er een paar in, niet veel, maar dan kun je die hier alvast in plaatsen. Aan die kant als ja, hier tussen deze twee inzetten. Dan staat het kampvuur alleen nog verkeerd, maar. Dat is geen ramp. Daar heb ik ook gelijk weer een tijdje terug. Ja. Want daar heb je natuurlijk geen zadel van bij. Nee. En daar heb je ook heel een hoop voor nodig. Om die te maken hier ter plekke zeker. Even kijken voor een trike. Ja, als je die hier ter plekke kan maken, is het alleen maar handig. Moet ik even kijken hoor. Ik heb geen zin om tussen heel die dingen. Maar ik geloof hout, fiber en huid. 140 huid, 80 fiber, 85 hout. Oké, okay. Ja, je hebt geloof ik nou, je hebt over de 100 hout heb je sowieso geloof ik al. In de stego zitten. Als het nu over de stapje heen springen, joh. Alright. Ik laat de vlotjes laat ik hier wel staan. Dan kom ik. Exact 140 huid zit erin. Mooi. Hout fiber en hout moet ik hebben. Fiber en hout? Ja. Hoeveel hout heb je nodig? 5 Oh, die heb je bijna. Ja, die zit. Trouwens, hout hoef je niet te kappen, zit in de kampvuur. Fiber krijg je niet mee dat beest, of wel? Dan doe ik hoeveel fiber heb je nodig? Fiber? 80 volgens mij. Oké, er zit ook nog een beetje in dat beest geloof ik, maar ook niet veel. Plastic hebben we zo. Nou, die heb je ook al. Ik zal het even in de stego laaien. Even nou die doen, ik ben even dingen aan het verwijderen. Oh.
Tekst ga ik even binnen zetten. Zaadjes en zo, die gooi ik even eruit. Dat vind ik zo onbedoeld. En macrobessen, die gooi ik even. Ja, nou kan die wel binnen. Oké, ja, ik ga heel even eerst bij Snappy kijken. Trouwens, de fiber kan je wel aan meegeven, ik heb de huid ook al. Oh. Maak gelijk een zadel voor die trek. De zadel die kan wel mee zijn, dat is geen probleem. Nou, dat is ook geen probleem. Yo, oh, Mr. Chinees, met mij is alles goed en met jou. Oh, ik ben level up, zie ik. Ik ga mijn voertuig upgraden. Je zat in de steek ook, hè? Als die gedaan. Wat? Ja. Die gebakken vis. Hey, Dodo! Nee, geen Danny, maar Dodo. Ja, loopt die trek maar voorbij, loopt die trek voorbij, loopt die trek voorbij. Goed zo. Fiber nodig. Iets meer? Ja, nou heb ik het al. Oké. Okay. En het is een manneke weg uit Ray. Trike. Nice. En wel een knalrode ogen. Het lijkt wel helemaal uit te delen. Maakt niet uit, het is voor een goed doel. Huh? Ja, dat wel. Laat deze nou wel leven. Maar zeg, deze blijft ook op de basis. Ja. Dat is één ding wat ik zeker weet. En je kunt hem boren voor kleine missies, hè? Ja. De truiszadel zet ook even in de steek. Joep. En ik heb Nako best voor de truik. Dus. Dat is mooi, want dan zijn ze maar naar de reine. Oh, hij zit bijna op de helft, Ray. Welk? Hoe Sarko. Mooi. Ik weet niet hoe lang daarmee deze truik duurt, maar het zal ook misschien een uurtje duren, denk ik. Ja, je hebt goed gedaan, Steggy. Ja. Oh, je hebt geen Steggy, je hebt stof. Goed gedaan, stof. Ja. Hey, Stef. Oh, Stef. Goed gedaan, Stef. Ja. Goed gedaan. Ik daar verdienen. Ik begon niet hoe dat best moest noemen, joh. Ik las stof. Nee, dat is wat bij jou eruit komt. Ja. Ja, dat klopt, dat is poeier. Poef. Ja, poef, ja. Jaloers. We lopen hier gewoon naar alles uit te moorden en te temmen hier ook. Maar ik ga even de hout en de touch even uit die steken gooien nog. Dat is wel iets onnodigs wat hij nou allemaal bij heeft.
Ja, dat is mijn schuld. Daar gooi ik er iedere keer in. Dan komt dan de, heb ik weer iets gerepareerd. Dan gooi ik er daar gewoon in. Die kant ziet er nog goed uit. Ik ben net. Oh, kut. Op bessenjacht. Goed. En doe ik dan wel even aan de andere kant. Ray? Ja? Misschien blaas ik te vroeg, maar... Nee, laat maar, er is volgens mij niks aan de hand. Laat maar, vals alarm. Ah, wat daar in de verte? Ja. Dat is geen alfa zo te zien. Oh nee, dat is een para. Nee, dat is een para. Ja. Je staat daar boven mij zijn staart te zwengelen. Dat is ook niet gezond. Die staat iets in elkaar te mappen, hè? Misschien een alfa van een per. Zou dat kunnen? Nee, daarboven. Dat is iets van een langnekachtige iets of iets dergelijks. Die staat iets met zijn staart in elkaar te mappen. Die heeft ruzie. Die staat bovenop een berg. Of bovenop een heuveltje. Ja, ik zie hem. Die staat iets in elkaar te mappen. Snapje is op de helft, hè? Oké. Ze is hier rond 11:15 klaar, denk ik. Dat kan ongeveer wel kloppen. Dat doe ik vrij vlug eigenlijk.
Ja, het wordt vandaag niet zo laat als de afgelopen twee nachten, hè? Nee, dat weet ik wel zeker niet. We mogen ook gewoon weer werken, hè? Ja, ga wel, ik niet. Met zaterdag. Zaterdag en zondag met jou. Ja, joh. Ja, joh. Wil je voorlopig vloer en nachtkoers aan hebben? Ja, waarschijnlijk. Zo de 361 nachtkoers. Oh jee. Dan krijg ik hem wel mee getemd hoor. Wat? Wat doe jij nou? Ik zat als bij de stego. Ja. Zo. Oké. Okay. Het schijnt te werken, zeggen ze. Oh. Ik geloof er weinig van. Dat proberen. Ja, oké. Okay. Ik geloof er weinig van. Zo. Dat? Kijk eens achter je. Ik moet ook even iemand kijken. Oh, ah, Bronto! Wel een beetje rustig stampen, hè, want er slapen er twee. Oh, helemaal mijn beeld trilt. Toegelopen vanaf daarachter. Oh, die gaat hier naar boven. Oh, die gaat hier naar boven. Oh, nee, hij draait zijn eigen om. Wat gaan we doen? Brontie de Bronto. Hij loopt weer op zijn dooi nachtjes terug. Oké, okay, Bronto, wat jij wil. Nee, hij keert weer. Dat is af en toe wel irritant als zo'n groot beest in één keer vrijkomt, gewoon donk. Donk. Hij is groot, jongen. Nee, dat meen jij niet. Hij is wel mooi, hè? Ja. Kan ik even roken, Buf? Ja, ik kan deze twee wel bijhouden. Ja, voldoende besjes en vlees, dus dat moet wel goed komen, denk ik. Jawel. Zolang er niks geks gaat gebeuren. Nou, ik denk een vermoeden Buf, als iemand die langnek of zo gaat aanvallen, dan heeft hij geen probleem, denk ik. Dan ben je alles kwijt. Ik bedoel, als een andere dino hem aanvalt, hè? Dan hebben wij een probleem. Dan hebben wij geen probleem. Jawel, want Duddy Zwiep beschadigt die ons ook, hè? Oh, denkt hij. Er is iets. Net zwaai die om, is het daar, er gebeurt niks. Nee, maar als je aangevallen wordt, dan wel. Dan raakt het ons nog niet, denk ik. Nou, dat denk ik wel, maar... Goed. Ik lig dus.
Ik denk dat we nu kan raken. Ben ik zo terug. Yo.
Yo, ben ik weg. Yo. Hoe gaat ie? Goed, goed. Een leven vleesbakken. De Sarkozy gaat ook goed. Jo. En dat had ik hem zo genoemd, Sarkozy. Sarkozy. Ja, ik kan het. Ja, het is Sarko en dan zie je erachter. Sarkozy. Ja. Dat is bijna. Ah, moest je weer vlees gaan best halen? Of? Ja, nee. Ik moest even zelf eten. En ik zag nog dat er twee bakken vis was. Dus ik heb wat gegeten. Ja. Ik zal eens kijken of ik. Ik weet niet hoe lang we hier nog zijn vanwege de trike. Level 29 ben ik al. Hier op deze server. Jij bent level 60. Ja, want dat ik dan niet zo'n hele grote vis tegenkom, net op de server van Knij. Zo, hé. Had er dik 200-300 vlees van, als het niet meer is geweest. Als je even bij... Als je... Heb ik nou rode letters? Of niet? Nee, nog steeds gewoon. Ik ga even op vissenjacht. Wow. Wat? Dat was wel een grote. Ik zie dat best wel een groot visje. Oh. Mis. Godverdomme. Die is raak. Nou, valt mij. Nou. Toch 38 vis van. Oh, netjes. Maar ik doe ook een beetje op visjagen, want mijn gevleugelde vrienden die hebben ook honger. Oh. Oh, ja, kom op. Kleintje, maar toch weer. Ja, Sarko moet nog een kwart, jongen. Oké. Okay. En jouw trijk zit bijna op de helft. Ah, oh, dat gaat ook vrij vlug dan. Jawel. Dan ga ik maar eerst deze twee naar huis brengen, denk ik. Ja. En dan zien we wel wat we nog doen. Stop ja. Mee, joh. Ja, maar die Fiomias meestal duren niet zo lang. En als we vlees overhouden van die Sarko, kunnen we misschien nog een rapje meenemen. Ja. Zullen we even een broodje eten, hè? Alweer, alweer. Oh, ja. Oh, die zit hier natuurlijk. Oh, daar heb ik ook nog, ja. Bananenmelk. Melk banaan. Was ik helemaal vergeten. Een broodje met kip currysalade. Ik doe even twee stacks van 20 van vis even dingen voor ons. De rest geef ik aan de kleur. Joh, zo jongen. Oh, ik heb trouwens zo straks een metal erin gedaan even. Voordat ik naar jouw server kwam. Normaal neem ik er kan ik ongeveer 80 mee terugnemen, hè? Mm-hmm. Gok nou eens. Ik zal het ook nog even doen. 280 dik. 280? Ongeveer wel, ja. Over die twee beesten verdeeld, hè?
Dat scheelt echt, hoor. Niet makkelijk. Dat spreekt niet makkelijk wel eens. En ik heb mijn vogel bijna zover dat je de dichtstbijzijnde in één ruk kan vliegen. In één ruk nog wel? Ja. Meestal een stamina. Ja, dat is lekker dan. Ja, daar heb je ook wind mee, hè? Niet wind tegen. Ja, ik moet straks om door te kunnen vliegen, zeg maar, met die hoogste level van mij, moest ik toch wel 2 keer stoppen. Naar die vulkaan. En ja, naar welke vulkaan gaat van ons uitgezien op de map? Kijk, waar ben jij? Ja, van ons uitgezien op de map, waar we nou staan. Hier rechtdoor. Als je nou hier zo, zoals ik nou kijk, zeg maar naar die linker drop, zeg maar. Naar ik bedoel op de map, de kleinste rondje, zeg maar. Even kijken. Dan kan je ongeveer waar je woont, dus. Vanuit ons gezien, daar bij het water, en dan de eerste. Ja. Volgens mij. Dat is dezelfde waar jij naartoe gaat dan ik. Dat is een heel klein bergje. Ja. Ja. Ik woon er iets dichterbij, Ray. Ik woon dichterbij. Nou ja. Nee, maar wacht eens even. Maar... ik woon dichterbij. Ga ik nou vertellen. Dit lijkt wel de rivier, als wij afvaren, dan komen we bij mijn huis uit. Beuf, hier aan de overkant is zo'n huis. Ik vond het hier al zo bekend voorkomen. Ja, want je hebt daar die rotsen gesloopt, in die bomen, en daar staat jouw fort. Ja, ik vond het hier al zo bekend voorkomen. Je bent, hè? Ik ken deze plek. Ja, want als je hier rechtdoor gaat, dan kom je daar... die alfa vandaan komt. Ja. Ik vond dit al zo bekend veerkant. Ik denk, nee, wacht eens even. Okay. Hier woon ik. Hier aan de overkant sta je op basis. Ja, op mijn server. Ik zal eens even... Kroki even nog tegen een potje geven. Maar van de 84 zit hij aan de 52 kilo. We moeten ook nog de grotten gaan verkennen. En naar de artefacten moeten we hier. Het zijn drie hoofdbazen, hè? Dat zou kunnen. Ja, dat weet ik wel. Kijk maar in de trofeeënlijst. Per map zijn er 3 verschillende bazen, geloof ik. Hier is de grote spin. Ja. Een grote aap. Oh, dan moet ik tegen jou vechten. Ja. En een grote draak. Ja, dat is echt best. En volgens het geval is de spin het makkelijkste, dan de aap en de draak het moeilijkst. En daar heb je ook nog weer levels in. Oké. Zo, die onze lange vriend hier, die kreeg even een boost van temming in één keer erbij. Metertje ging even een klein stukje flink vooruit bij deze hier. Oh, ja, dat heeft dan niks. Nou, ik heb liever dat er een keer voor gaat. Wat ik dat wou ik net doen. Ik pomp hem gewoon vol. Dat klinkt van de ene kant zo fout. Ja, ik weet het.
En mijn laptop was weer geknald. Die ik eerst had, die had ik op level 41 of zo. 31. Had je hem gevangen? Dat weet ik nog. En trouwens, dan stalk ik op stream. Want je liep heel langzaam. Ja, en ik had hem op, toen ik hem kwijtraakte, had ik hem op level 41, 43. Oké, okay. Oh, dat is wel ziek. En ik heb gehoord, als je bijvoorbeeld deze Kroki is nou level 3, hè? En ik heb gehoord dat je een dino 44 levels kan upgraden. Dus dan is hij level 59. 41. Oh ja, hij is 3. Oh, lol, dat ik ben. Leer rekenen. Ja, nou, dat geeft er niks. Ja, maar dat, wat daar zei eentje, van waarom zou je voor een laag level dino gaan om te temmen? Als je een hoger kan hebben. Hij zei, je bent wel langer mee bezig. Maar je hebt op het feit als je hem gaat upgraden tot 44 levels omhoog. Ja, ja, maakt niet uit, joh. Ik let er nu zo 1, 2, 3 op. Interesseert mij niet, hoor. Ja, maar luister, als we ooit tegen die baas gaan vechten, op jou, jij op jouw server en ik op mijn server, dan wordt het toch alleen maar voorzitter, dan wordt het toch alleen maar die rechts en heel die rot. Want dat wordt dan ook een heel avontuur om heel dat zooitje daar te kunnen krijgen. Maar zover is het nog lang niet. Kan nog goed duren. Oh jee. Op het gemak. Of niet, jongen? Waarom? Hetzelfde met Minecraft. Ik heb die draak één keer gezien dat ik hem verslagen heb. En that's it. Ja, we moeten nou een spel op, hè? De trein gaat ook best wel lekker. Nou, maar rijk ben eigenlijk ook goed mee vermakt, hoor. Misschien dat ik hem ooit nog eens oppikken, maar. Nou, ik geef die Sarkozino weer 2 potjes. Er zijn er nog 50 over. Ondanks dat je hier niet kunt minen zoals in Minecraft, om het zo te noemen. Vind ik deze toch leuker. Ja, is ook. Lang neemt het ook niet echt veel, hè? Nou, lekker laat staan. Dan hoop ik niet, als Sarkozy wakker wordt, dat hij die lang neemt aanvalt. Dan hebben wij een fucking probleem. Nee, ik hoop alleen niet dat hij daar vast blijft zitten. Dan is het een kwestie van deze rots uitslopen. Yep. En waar hij met zijn neus tegenaan zit. Mm-hmm. Hij zit echt met zijn neus tegen die rots aan. En jullie liggen starten honger. Helemaal gevallen. Ja. Ja, dat is wel komisch. Ja, hoe krijgen we het voor elkaar? Ja. Ja. Wij maken altijd wel iets mee, hè? Hier op dit spel. Ja, hè? Spino? Ja. Ja, alleen dat plan die moet nog beter uitwerken. Ja. Dat je maar eens met een plan komt dan. Ja, ik heb wel een plan. Ja, je eigen vorm uit de lucht halen. Nee, die plan werkt niet. Werkt wel, maar op de verkeerde manier. Ja. Nee, ik wil een keer gaan jagen op een kwetsel. Kwetsel? Ja, van een kwatsert. Zo'n hele grote. Dan kan ik op de rug blijven staan en die blijft zweven en ik pas geen stamina. Als je blijft zweven in de lucht. Ja. Maar
Daar ben je ook uren mee bezig. En dan moet je volgens mij level 90 zijn of weet ik het om hem om een zadel te kunnen krijgen. Richting level 90. Oh, je beestje. Ik geef die trak weer even 10 besjes. Sarkozy, wie kent hem nou niet? Daar ligt hij. Ga eens kijken of hij een Alpha Raptor loopt of niet. Kan ik kijken, maar als je hem hier naartoe lokt, ben alles kwijt, hè? Jij denkt dat ik dat ga doen. Vandaar weet ik nou niet echt dat de spino bij mij aan de overkant zit. Heb ik liever die spino als, als die Alpha. Want dan vreet hij ook heel die dodo's op. Ik begin gewoon spontaan met die dodo's te gooien, joh. Hij was zo koki, hè? Waar is die eigenlijk nou goed, goed voor eigenlijk? Hij is heel snel in het water. Ja. Het is een roofdier en hij is heel snel in het water, ja. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk onder water vissen vangen is het ook goed in dan. Als je die vissen fatsoenlijk te pakken kunt krijgen wel. Dan is het in één knauw meestal weg. Een haai zou ik nog niet proberen, denk ik. Die duurt een paar knauwen. Maar dan moet je hem ook even uplevelen en zijn melee en zijn helft omhoog gooien. En zijn stamina, anders moet je het niet doen. Ja, maar dat was ik sowieso wel van plan. Dus, maar dat kunt hem ook weer gebruiken, ja. Ja, ik krijg weer twee potjes knauwsel. We hebben 84 meegenomen, hè? Ja. Even kijken, hij zit nou aan de 48. Oké. Okay. De helft ongeveer. Ja. Ah ja. Hey, het is voor een goed voor de follow cent krijg. Kijk, het is voor een goed doel, hè, Ray. Ja, daarom. Maar nou staat, even kijken, ze buiten bewustzijn en tending staan ongeveer net ongeveer gelijk. Ja, oké. Okay. Ja, buiten bewustzijn gaat weer omlaag. Maar goed. Nou ja, leuk, maar ik vind we zijn nu drie of vier dagen volop bezig met het spelletje. Ik ben al 2 weken volop bezig elke dag. Nee, maar wij echt samen? Ja, ongeveer. 3 à 4 dagen, moet je kijken wat er al bereikt is. Mm-hmm. En dan ga ik morgen als thuis kom, ga ik weer verder. Zaterdag mocht ik niet gebeld worden. Ja, morgen ben ik er niet. Misschien ben je nog wakker als je thuis bent. Het kan goed. Nou, maar morgen ben ik er niet, dan ben ik buiten Tilburg. Zaterdag werken, zondag werken. Maandagavond ben ik er weer. Dus dan, ja. En misschien als, misschien anders, zondagmiddag als ik op tijd wakker ben. Of als ik op tijd wakker ben voor het werk. Oh, mag een kwart bij de trijk. Hier nog een klein stukje. Deze heeft geen emmers meer nodig, Ray, denk ik. Sarkozini? Ja, je kunt voor de zekerheid 2 in laten zitten, maar meer heet je echt niet nodig. Meer dan 2 heet je niet meer nodig. Oké, okay, dan is de rest kan ik wel uithalen. Ja, op 2. Doe het maar voor de zekerheid op 2 na. Ik denk niet dat je die nodig hebt, ja, die 2, maar voor de zekerheid in laten zitten. 2 stuks, dat is meer dan genoeg. Deze is nog een kwart. Oh, dus ik met mijn schatting met Sarkozini.
Zeker toch niet ver en even met mijn schatting, 12 uur. Het is kwart voor 12 ongeveer. Dus nee, die is wel ver 12 uur klaar. En jouw trike denk ik ook zo toch ook ongeveer 12 uur. 10 over 12 denk ik. Ik zal weer op de steek houden, dus niet doen. Jammer dat je niet van zijn stert af kunt glijden, hè? Net, glijbaan. Net zoals bij de Flintstones. Wee! Zo, ik heb even doorvlees in die potjes terug in de steek houden gedaan. Ja. Je mag binnenkort weer level up, als je level 12. Netjes, 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 netjes. Zal ik alvast de zaden pakken voor de trikie? Kunnen alvast in de inventaris van de trik stoppen, ja, want... Ja, niet hard roepen, maar ik denk niet dat er nou nog iets mis zou gaan. We moeten niet hard roepen, maar... Sarkozy, is dat verstandig om hem helemaal mee te laten zwemmen? Of? Ja, trouwens, het zal wel moeten. Het zal wel moeten, ja. Ja, hij kan ook wel op een boot, maar... Maar dat beest zwemt snel genoeg, hè? Ah ja. Ik gooi even twee potjes. De laatste twee potjes gooi ik even maar. Is het Becky? Ja, is goed. Er is toch weer een mooie vangstje gehad voor Fiomia's weg. En misschien een krok. En kom, daar komt er mee thuis. Met een krak en een nieuwe trike. Oh ja, het is een mannetje trouwens. Die trike. Ja, en onze zakken zie je ook. Ja. En misschien kan ik krijg nog andere beestjes mee in huis nemen. Ja, misschien wel. Maar eerst deze twee thuis afleveren. Drie. Drie. Die steugen ook. Want als je raptors gaat temmen, dan zou ik eerder die vet curve meenemen. Dan, kijk, als je die vet curve kwijtraakt, is het niet zo erg als een stego door die raptors, hè? Ja, en dat weet ik ook niet. Voor mij zijn er al vijf gesneuveld, joh. Ja, daarom, die laten dan toch ook thuis. Die trike. Ja. Dan neem je toch zo'n vet curve mee. Ja, zo'n vet curve. Ja, en die heb je ook makkelijk getemd ook. Ja. Een beula om de poort en get ze zo gedaan. Bij die Fiomia's werkt ook die beula's als ja, die werken ook bij de Fiomia's. Het duurt nog wel een paar minuutjes voordat die kropie klaar is. Doe ik nog even gewoon een peukje naar de wc. Oh, een minuut of vijf, denk ik. Als je wat wacht. Ja, dan kan ik ook even een peukje doen. Ik zo terug. Dat is goed.
Bijna klaar. Wat allemaal naartoe, we hebben een handtuin. Dat is waar. Je hebt een groen snuitje. Fuck, ben ik dood? Ja, maar je bent er niks vermoord. Had je niet genoeg gegeten of gedronken? Thank you.
heb je die nog minder vanaf geslagen of zo? Dat kan ook, maar dat lijkt me stuk. Ja. Dat trek je ook bijna. Moet je niet kijken of er roe spullen liggen? Oh, dat heb ik al. Oké. Okay. Met een andere naam. Kijk eens anders bekijken. Sarkozy. Ik ga het wel zachter zien eten. Een klein stukje, jongen. Zet jij jouw stego alvast op het plat? Yep. Het is hem zo. Ik kan maar weg. Het is hem server, maar ik zeg weer niet met hem. Hij komt een beetje van de gek eigenlijk, hè? Ja, ah ja. Ah, jij kapitein, ja baas. En dan Sarkozy jou dadelijk laten volgen, denk ik, of niet? Ja. Hij volgt mij nou. Weet jij die trekker bij jou op dan? Ja, die trek je zeker met mij op. Deze keer noem je hem toch niet Tricky? Nou, want de volgende vier die hieten Tricky. Vijf al. Ik dacht vier. Ja, vier, vijf. Hij is de tel kwijt. Ja, ik heb zeker wel vijf prijs gehad. Nou, dat snap je. En ik heb nog steeds mijn drie eerste trikes. Ja. Die jou staan ook elke keer veilig binnen volgens mij. Zo, iedere kras we gaan temmen, neem ik ze mee. Ja, waar is mij te wijten, gek beest. Knapper. Met wat is op het is. Juppa. Ah. Ja, zadel erop. Ike de Trike. Of noem je hem niet Ike? Nee, ik ga hem Spike noemen. Dat ken ik ook. Je moet hier van dit beest echt de stamina upgraden, want dat is niet niks. Zo, die zakken hier ook niet door. Dat is een snelle jongen. Alleen nou blijft het beeld hangen. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Dat is bij ik gisteren. Mm-hmm. Dat is kut. Ja, heel spel blijft hangen. Oké. Okay. Dan hoop ik dat het op heeft geslagen. Dat hoop ik ook. Nou, ik laat mijn stream gewoon doorlopen. Ik laat mijn stream nu gewoon doorlopen en dan wacht ik wel op jouw invite. Ah, Valentine's Day event is now live until February 20. Enjoy boosted mating and maturing rates. Collect powerful chocolate boxes
randomly from success, success meeting and unlock new limited exclusive hairstyles and emotes at the cooking court. Don't forget, ja? We kregen een melding binnen, dat is alweer een update versie 1.12. Serieus? Ja. Oh, fijn. Die heb ik nog niet binnen gehad. Is hij nou aan het updaten? Of niet? Nee. Oké. Okay. You must update the application to... Ah, meen je nou? Nou, dan stop ik hier de livestream, jongens. Hij moet updaten dus. Alweer. Zeker weten?